De HB-coating is inmiddels aangebracht en strak geschuurd. Het is nu tijd om de boot in de DD-lak te zetten. We beginnen met de binnenkant. We doen dit met RAL 9001. Dit is dezelfde kleur als dat we voor de buitenkant van de boot hebben gebruikt. We gaan de DD-lak aanmaken. Het is belangrijk om de juiste verhouding aan te houden en goed te mengen. Draag bij het werken met DD-lak altijd handschoenen en een dampmasker. Voor een optimale vloeiing voegen we een kleine hoeveelheid kwastverdunnend toe. We laten de DD-lak circa een half uur voorreageren. Bij temperaturen boven de 20 graden is dit niet nodig. De binnenkant van de boot zit in de DD-lak. We laten dit eerst aanharden voordat we verder gaan met de bovenkant en de bodem. Bedankt voor het kijken van de video. In de volgende video maken we het dek blauw en de bodem gaan we voorzien van anti-slip. Tot dan! DD-lak is natuurlijk verkrijgbaar bij ons in de webshop. Ook bieden wij alle hulpmaterialen aan die u nodig heeft om de DD-lak te verwerken.